hele interessante sport, peeldoenschen. Want zo'n kwart is peeldoenschen officieel uitroepen tot sport. Maar een protte meisje had daar toch horen gedachten bij. Het had wat een erotische lading, zal ik maar zeggen. En nu is verslag jou om u te vinden of het sport is of net. Sportcentrum Alita in Snits. Hier gebeurt het al een keer. Maar wat gebeurt hier aan? Want ik denk bij peeldoenschen een beetje ontzettend nachtclubs en zo. Ik ben ze uil. Ik ken de game niet meer zeggen. Ben benijd. Dit is een hele woord wat ik dacht hier dat het wijze zo. Ja, nou, je bent niet de enige. Ik verwacht je strings en topjes en... Ja, dat is dit zeker niet. Dit is geen paaldansen, niet het erotisch van paaldansen, maar dit is pole fitness. Ken iedereen dit? Iedereen, ja. Zeker? Als je het wil, ja, tuurlijk. Oh, nou, Winanda, ik ben er klaar voor. Zeg het maar hoe het gaat. Even met één voet afzetten en probeer te draaien. Dus zet af en draai. Maar het komt wel een beetje uit die erotische wereld, wel, toch? Inderdaad, ja, het komt er wel vandaan. Maar we proberen er nou wat anders van te maken. Dit heet de fireman, de brandweerman. En dan de andere voet erachter. En dan ga je eromheen. Get up, get on up, get up. Is het sport? Ja, het is een echte sport. Ja. Er worden ook echt Fries kampioenschappen ingehouden en Nederlands kampioenschappen zelfs. Niks. Maar waar hebben ze dan op beoordeeld als het een kampioenschap maakt? Op de elementen. Dus als je de elementen makkelijk haalt, ga je trillen of zak je heel snel naar beneden, draai je niet genoeg rondjes. Is dit nou een typische vrouwensport? Of, want ik ben hier de enige man nou, op dit moment in het gezelschap. Maar... Ja, klopt. Het is niet een typische vrouwensport. Alleen, ja, wij hebben nog geen mannen die hier lessen volgen. Misschien jij als eerste klant? Nou, ik denk dat ik het net ook heb. Wil het nou tegenstelling nog ooit als een Olympische sport? Of, Ik weet het niet. Het zou heel leuk zijn. Dat wel. Ik durf het niet te zeggen. Zo er tegenaan hangen die. Met de benen omhoog. Nou, een leuke sport. Ik neem er even iemand aan huis om te oefenen. Oh. Harm, dus zei dat helemaal niet moeilijk is, peeldoenschen. Dat was het ik wel, zei ze. Ik heb wel eens proberen, ja. En? Nee, vogelnestje maken, vierde kwam ik net. Okay. Harm is in de war met je pot gestingen. Ja, vier hebben. Ja, dat zijn we kijken wel. Nee, maar ik vind het geen sport trouwens, hè, dit. Nee, nou, hebben we het volgende keer hebben nodig. Oh.